Wie heb ik aan de telefoon? Kitty Nooy. Dag Kitty. Goedemorgen. Over welk boek wil jij het hebben? Over mijn eigen boek. Ja, kijk, dat kan natuurlijk ook. Heb jij een boek geschreven? Ik heb een boek geschreven. Ja. Het heet De Ramp van 1666. Oh, dat is al een tijdje terug. Dat is een tijdje terug. Het is een stukje Nederlandse vergeten geschiedenis. Ja, want het is nooit in onze schoolboeken terechtgekomen. Nee, want als je nou zegt De Ramp van 1666, dan gaat ja, de 1672 het rampjaar. Maar, ja, nee. Maar de ramp van 1666... Ja. Iedereen kent de tocht naar Chatham van admiraal de Ruyter. Ja. Daar is hij beroemd mee geworden. Ja. Dat was een wraakactie voor deze ramp. Oh, wat voor ramp was het? Het hele dorp Westerschelling is in de as gelegd. Oh. Heel dorp verdwenen. Zo. 170 koopvaardijschepen vol met lading. Mm-hmm. Die lagen op het vlie. Die zijn allemaal in de fik gestoken. Misschien op 20 na die konden vluchten. Zo. 2000 mensen zijn omgekomen. Dat is inderdaad een flinke ramp. We hebben dat willen vergeten. Waarom? Ja, je wilt dat soort nederlagen, zo ervoeren wij dat toen waarschijnlijk, mm-hmm. liever verdringen. Ja. Wij hebben uiteindelijk in Engeland hetzelfde gedaan en dat gaf ons heldenstatus. Ja, en die willen de Engelsen weer vergeten waarschijnlijk, ja, die nederlaag. Ja. Precies, zo werkt het in de geschiedenis. Ja, en hoe ben jij daarop gestuit dat je dacht van daar moet ik een boek over schrijven over deze vergeten ramp? Ik was op Vlieland en toen wilden we naar de film, maar er draaide geen film. Er was iemand die heet Jan van Vlieland en die hield een lezing. En dat ging over de wrakken hoor, rond Vlieland, maar hij vertelde in 5 minuten zijn volgende verhaal voor over 3 jaar. Hij was dit helemaal aan het uitdiepen. Ja. En omdat het ook ten dele op Vlieland speelt. En ik was meteen gegrepen. Ik dacht, een stukje geschiedenis dat wij niet kennen. Ja. Hij schreef er een wetenschappelijk boek over, samen met Anna Doedens. En een publieksboek. Ja. Dat is dus voor de volwassenen. En ik dacht, maar het is een spannend jongensverhaal. Ja. En dat heb ik geschreven. Dus je hebt er een spannend jongensboek van gemaakt, eigenlijk. En het is zo mooi uitgegeven. Ja. De platen erbij. De illustraties die zijn zo mooi door de Terschellinger Frans Schot. Ja. Dat het nu zelfs, mijn boek ligt in het Rijksmuseum. Wordt in de winkel daar verkocht. Echt waar? Ja. Dat is wel fantastisch, hè? Ja. Het is in iedere winkel te koop. Wat het leuk. Het is echt een heel mooi... En ik krijg ook van mensen terug dat het vlot geschreven is. Het is zeker dus niet alleen voor jongeren. Het is lezers van alle leeftijden. Ja, en zeker als je wat wil weten over een ramp waar je eigenlijk helemaal nooit bij stil hebt gestaan. Want we zijn daar vernietigd door de Engelsen. Althans, een groot deel van de koopvaardij. Ongelooflijk toch? De beurs in Amsterdam heeft 3 dagen stilgelegen. Ja. Nou, dat maak je tegenwoordig zelfs niet eens mee. Ik zie op de voorpagina, tenminste de kast van jouw boek heb ik hier voor me op internet. Je hebt gegoogeld, ja. Even snel gegoogeld, zo zijn goed we dan zo, ook wel weer. En dan zien we een jongen of een man. Riemer. Riemer. 14-jarige Riemer. Die kijkt over het duin en die ziet daar honderden schepen liggen. Klopt, de Engelse vloot, de vijanden. En in het begin vindt hij het nog wel spannend hoor. Hij is 14, hij denkt leuk. Een veldslag, zeeslag, dat wil ik wel meemaken. Hij droomt ervan held te worden. Mm-hmm. Maar later blijkt toch dat oorlog iets verschrikkelijks is. Dus het is uiteindelijk een anti-oorlogboek. Hij maakt een ontwikkeling door in 3 dagen tijd, deze jongen. Nou, ik vind het heel leuk dat je even komt vertellen, Kitty, over je eigen boek. De Ramp van 1666. En het is te koop in de winkel van het Rijksmuseum onder andere. Ja. En verder overal te koop. Nou, wij hebben ook een boek voor jou, Kitty. Wat leuk. Ja, leuk hè. We gaan nog even niet zeggen wat, want dat moeten we nog even uitzoeken. Dus dat wordt een verrassing. En we vinden het heel leuk dat je je verhalen even hebt gedaan. Dank jullie wel. Graag gedaan.